Professor Dr. Tini Cardol presenteerde woensdag de uitkomsten van een onderzoek naar de wensen en behoeften van senioren in de gemeente Uden. Dit gebeurde in de eigen hecht. Cardol is degene die het bestuur van SBU op een onderzoeksmethode wees en deze ook aanbood om uit te voeren. Het wetenschappelijk onderzoek werd afgelopen zomer uitgevoerd. Ruim 500 senioren vulden de vragenlijst met 79 vragen in. Ouderen missen in Uden openbare toiletten, een mobiele winkel, goed openbaar vervoer, een postkantoor en oversteekplaatsen. Dit waren slechts enkele grepen uit het onderzoek. Maar woensdagmiddag kwam het complete rapport aan bod. Het rapport wordt aangeboden aan de gemeente, politieke partijen en woon-, zorg- en welzijnsinstellingen. Dan praat ik verder in postcodegebieden en u ziet dat hier staan, want dan heeft u een indruk wie waar woont.